in de touw over dat ze de gemeenteraad willen gaan veranderen. Ja. Mij wil ik weten. Kun je erin stellen? Ja, ik heb niet ondertekend in dit geval wat mijn collega's initiatief nemen. Hè. Code Oranje, zoals dan maar genoemd werd. Hè. Ja, kijk, ik vind dat mijn collega en dan ook andere collega's en nog een aantal andere partijen te snel, maar wij de lokale democratie hebben ingericht, dan omgooit. 150 miljoen of een half jaar of een jaar. Nou, ik vind de complexiteit waarin wij zitten in deze wereld en ook op lokaal niveau, ja, dat laat zich niet zomaar even snel de 150 man die dan uit random, hè, zoals we dat dan noemen, kiest maar even regelen. Kijk, dat daarnaast, en dat vind ik wel hoor, dat de mensen zich anders organiseren dan zeg alleen maar via de partijen of fracties, dat zien we, dat proberen we ook mee te handelen. En wat dat betreft sta ik wel open voor een aantal pilots of experimenten de komende jaren. Om eens te kijken hoe we dat kunnen inrichten. Dus dat de burger meer positie krijgt. En dat ja, daar moet ik echt met de raad ook over hebben, hoor, vind ik. Kijk, we doen al heel veel. Misschien gewoon maar burgerparticipatie, inspraak, informatie halen. Meedenken, niet aan het eind pas van, hè, als je, ik noem maar wat, het beleid formuleert in dit huis, dat je dan pas de mensen uitnodigt. Nee, al in het voorstadium trekken we ze erbij. Dus nou, we hebben nu de notitie natuurlijk ook van wijken en dorpen. Vandaag was dat toevallig. Ja. Ja. Dus we zijn er wel echt wel heel serieus al een paar jaar mee bezig, maar dat we daar nog wat slagen moeten maken. Er zijn ook nieuwe nota's nu verschijnen, hè, van het VNG, van de Binnenlandse Zaken, maakt verschil in. Ja, dan gaan we bijvoorbeeld verder professionalisering van de raadsleden, nou, et cetera. Dus er staat wel wat op de rol verder. Ja. Ik heb wel gehoord trouwens dat u voor het Canadees model bent. Ik heb dat ergens gehoord. Zeker kan ik dat uitleggen. Nou, we hebben een partnerstad, Burlington, in Canada, ongeveer even groot als Apeldoorn. Was ik even in mei van dit jaar. En ging dan over de 48 Islands, dat zijn misschien 15 jaar, de vrijheidsverhaal. Maar goed, dus ik ontmoet daar die de wethouders, de burgemeester. En wat zie je daar? Daar zijn we geen gemeenteraad meer. En ik ben er geen voorstander van, maar ik heb het wel schertsend genoemd. Ik zei, nou, het kan ook helemaal anders natuurlijk. Maar voordat je, bij wijze van spreken, dat soort stappen neemt, moet je toch echt wel heel goed nagedacht hebben. Ik kan het niet geleiden. Nee, ik ga nog niet in die oplossing zitten. Om maar één voorbeeld te geven wat ik daar zag, is dat dus de wethouders overleggen of portefeuille overleggen. Die zijn openbaar. Maar dan discussieer je alleen met je ambtenaren. Dan mogen bijvoorbeeld er wel wat over zeggen. Maar dan je discussieert met je ambtenaren. Ja, daar kun je alles van vinden. Ik weet het niet. Nou nee, ik heb niet gelijk dat ik zeg van schaf die gemeente. Nee hoor, tegen dit zelfs. Weet je wat ik wil vragen? Was ook bij bouwen? Nee. En een hele grote discussie ook dat de kloof tussen de burger en de politiek heel groot is. Ik ben maar er niet zo mee. In de lokale deel. De lokaal is dat nog erger. Nee, kijk, wij houden ons een beetje bezig met politiek. Ja. Ik vraag me af of de rechter aan is. Nee, maar als het dan bijvoorbeeld over, ik noem maar even, aanklaag gaat, of het verkeergarage, of het gaat over ontsluiting, Apeldoorn-Zuid, of het gaat over de locatie voor de AZC, dan kan een trits aan onderwerpen noemen, waarvan ik merk dat het best betrokkenheid is van de burger. Van een aantal mensen, ja. Maar hoe krijg je die mensen erbij die... Ik ben niet zo pessimistisch. Nee, ik ben niet zo pessimistisch. Ik laat me ook niet aanleunen wat men in Den Haag doet. Nee, ik heb wel eens het idee dat men zelf het probleem heeft, de politiek. En dat de mensen het hebben. En we zoeken altijd naar toenadering met elkaar. Maar ik zie de betrokkenheid van de burger echt wel. Die zie ik echt wel. Ja. Wat digitalisering? Nou, ik zou je een voorbeeld geven bij de Giro hadden bijvoorbeeld. Ik doe het voor orde en veiligheid. We hebben hierboven een telefooncentrale, of noem ik het dan maar even plastic zitten. Maar dat ging weer met telefoons, maar dat ging gewoon met die app waarop je ziet hoe de emotie, de beleving is in de stad. Dus dat digitalisering meet ik dan bijvoorbeeld, hè, in informatie. Er stond er ontspannen, stond er, maar voor hetzelfde geld staat er druk of ruzie of noem maar op, emoties. Waar denk ik, hé, dan moet ik even opletten. Nou, op die manier zijn wij al bezig om de toets van de bevolking te pakken van, op zo'n moment. Om zelf beslissingen, medebeslissingen, op het gebied van de veiligheid. En ik heb het niet gezien. Nou, ik zie dus een quest even. Een hele interessante quest. Bijna een half jaar geleden. Toen werd het idee geopperd, hè. Later even teruggefloten, maar later nog wel. Nou, prima, gaat dus nog door. 11.000 hits
likes, hè? Ja. Kijk, op die manier bezig zijn met digitalisering en leveringen, enthousiasme of telefoon. Ja. Vind ik heel interessant. En dat de gemeente dat nog helemaal niet weg, maar dan kun je op een andere manier. Graag.